Het niveau van deze video is zwaar beneden peil. Daarom wordt het bekijken van deze video voor iedereen zwaar afgeraden. Jongens, ik ga het er niet om gooien. Oh, heerlijke aanval. Ik kan ervoor klappen. Nuke Simulator, dan gaat iedereen samenwerken voor allemaal helemaal grote atoombommen in de lucht te vuren. Wat een spel dat Roblox. En ik maar denken dat het echt leuk was voor kinderen. Gewoon een spelletje waarbij je diertjes kon wisselen met elkaar, huisdieren, dat je achtbaantjes kon bouwen of dat je allerlei hindernissen moest doen. Maar dat Roblox schijnt gewoon echt één groot... Nucleaire bom, testing, facility, RP, nieuw update. Eén groot marterspel, dat is het geworden, het hele Roblox. Is worth more, art or life? Vote for me, President of the United States. I am Brett Peterson. Ik maak geen grap. Space ik of staan wat? Hi, ik ben in Hoorn en het is hier prachtig. Ze hebben zelfs een La Cubanita, het dooiste tapas restaurant van Nederland. Kom ook een keer naar Hoorn, als je depressief wil zijn. Dit was Bloepek, hey. Die is echt helemaal... Ja, man. Gast, ik proef kruk. Aw, you're such a good boy. Yeah, you're so good. Vote for me president of the United States. I am Brent Peterson. Cause I'm cool with it. For the spaceship, now I'm a space cadet. Wie ben jij? Jorik. Jorik. Maar moet je niet in het veld staan, Jorik? Nee, ik sta voor reserve. Oh? Ben je het er mee eens? Ik wel. Maakt jou niet uit? Nee. Hey, je uit Zevenberg gekomen jullie, hè? Ja. Ver weg, hè? Vol mee. Ja, hoe lang rijden? Hoe lang rijden we erop? Kwartiertje. Nou ja, ik dacht dat ik sterker was, maar ja, ik blijf maar gewoon een amateur te zijn. Gewoon. Een amateur, net als iedereen. Het maakt allemaal niks meer uit wat ik hierna ga doen. Het hele leven heeft geen zin meer, echt niet. Ja, we zijn eigenlijk een soort Amerika, hè? Ja, ja. Maar we zitten gewoon nu in Bangkok, dus alles. Ja, ja. Een hele mooie naam van een hele hoge gebouw zijn wolkenkrabbers. Dat is gewoon ook in Amerika ook zo hebben. Ja, hoe hoog zijn de gebouwen? Je hebt zo middelmatige gebouwen, je hebt kleine en je hebt een hele grote zoals wij nu hier staan eigenlijk. Ik denk ongeveer 2 of 3 meter. Allee, zoals die toren daar. Dat moet toch zeker 2 of 3 meter zijn. Ik denk daar 4 meter is. Ja, ja. Meneer, ik weet niet of u door heeft, maar u zit in een gitaar omhulsel. U raakt altijd een gevoelige snaar. Ja. Kunt u noten lezen? Ja. Oh, dat doet u nu? Spelen. Ook spelen, oké. Okay. En wat brengt u vandaag in Arnhem, meneer, in de diep? Nee. 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 Oké, okay. Nou dan wens ik u een hele fijne gezegende dag. Ja, dank u wel. En misschien dat we elkaar ooit nog zien. Ja. Ik vind het wel moeilijk hoor, dat ik u ga missen. Ja. Ja, nee echt. Ik ben mijn muziekleraar. Ja. Zou ik misschien... voor de, uw bril mee mogen nemen. Nee. Nee, niet? Oké, is goed. Nee. Fijne dag. Doei doei, dat is de guitar man. Nou, hier. En waar mensen bijvoorbeeld ook nooit zien aankomen, dat is de beenveeg. Kijk, als ik zo... Gaat het?
Want het kan fataal zijn, hè? Kijk. Ja! En waar mensen bijvoorbeeld ook nooit zien aankomen, dat is de beenveeg. Kijk, als ik zo... Gaat het? Want het kan fataal zijn. It's up my dick, cause my swag on the 100. Down in Ohio, swag like Ohio. Down in Ohio. Dus vandaar, het is sloes van mijn kant met het delen van eten. Hallo allemaal, het is The Bridge hier. Ik heb een nieuwe food review. Het is wel mooi hier al. Hey, is dat longvloei? Oh, sorry. Dat is longvloei. Hey, look. Ja, wacht. Ik voel hem niet lekker. Ik heb jou op een wafel. Ben jij gameverslaafd? Ik ben zelf niet gameverslaafd, maar ik doe het natuurlijk voor mijn werk natuurlijk. Ja. De helft van mijn tijd besteed ik daaraan. En de helft van mijn tijd, ongeveer 3 uur per dag, besteed ik gewoon vooral voor mezelf om lekker te gaan gamen. Hoi pap, een vriendin van mij is een bedrijfje begonnen met avondeten bezorgen. En ze had wat reviews nodig, dus ik stuur zo even wat foto's door. En als je dan in de spraak mee wilt reageren wat je van het eten vindt, dat zou echt topwaar zijn voor de website. Oké, dat wil ik best doen, Puk, maar moet ik helemaal een positief goed verhaal of wat ik er echt van vind? Want die foto's zijn namelijk niet zo heel erg goed. Het ziet er namelijk niet zo tof uit, als ik heel eerlijk ben. Weet je, die laatste foto, dat is net of het al een keer gegeten is. Dus zeg eventjes wat voor soort, wat ik moet inspreken. Een heel positief goed verhaal, dat het allemaal super lekker is, of mijn echte mening? Ja, probeer maar zo positief mogelijk te zijn, want ze stuurt ook wat aan ze op. Dus dan kan je thuis ook proberen. Dus dan extra positief graag. Heerlijk eten besteld bij Lovely Foods, afgelopen weekend. Heerlijk 7 vruchten besteld, super, helemaal van genoten. Daarna heb ik ook nog een harde pita broodje besteld met gehakt. Nou, dat was echt helemaal te gek met een super lekkere smaak en goed gekruid. Dat was top. En voor zondagavond had ik chili con carne besteld. En nou ja, ik heb het nog nooit zo lekker gegeten. Het was super lekker. Ik ga het absoluut nog een keer doen. En eten bestellen bij Lovely Foods, daar ga je geen spijt van krijgen. Ik kan het iedereen aanraden. Papa, het was een grapje. Ik vind het zo mooi. Hè? Dat is echt een geweldige dag in mijn leven. Godver. Ik heb nog nooit zulke smerige tyfuszooi gegeten als bij Lovely Foods. Godverdomme. Na de eerste hap moest ik meteen over mijn nek. Geschatte smerige bende. Geen geld teruggekregen. Ik ga er naartoe vanavond. Ik flikker de steen door eruit. Wat een smerige tyfuszooi is dat. Wat een kutbedrijf. Lovely Foods, steek het in je ari. I actually do cuss a little. Do you? Also, yeah. What's your favorite curse word? Probably. Your mama. Ah! No way there's a Stephen Hawking speed. Are you serious, Riot Neo? How many girls find me attractive? Yeah? Hoi? Yeah. Hello. Yeah, hoi. Eén patat mayo. Ja. Alsjeblieft. Anders nog? Ja. Dat was hem. Met curry. Wat krijgt u? Nee. Nee. Eén patat mayo. Ja, ik heb ik. Eén patat mayo met curry. Patat mayo met curry. Curry saus. Ja. Alsjeblieft. Dat was hem. Waarom wil je dat kom ophalen? Mayo. Patat mayo. Ja, ik heb een patat mayo met curry. Met curry. Ja. Je mag ik heb het 5 minuutjes klaar. Goed? Mayo. Ja. Meneer, dat heb ik. Eén patat mayo. Ja, meneer, dat heb ik. Met curry. Ja, ik heb een 5 minuutjes klaar. Mayo. Mayo. Ja, sorry. Mag ik 1 patat mayo? Meneer, ik betaal u wel. Ja, mayo. Meneer, ja. Meneer, sorry, ik kan niet ongeschreven. 1 patat mayo. Ja, meneer, ik heb het op de... Ik doe het er nu in en heb ik 5 minuutjes klaar. Met curry. Ja, meneer, sorry, maar u hoeft niet dat mijn curry saus. Mag mayo. Curry. Mag ik mayo? Saus.
Alsjeblieft. Ja, ik besta nu wel. 5 minuten, is dat goed? Is dat een boodschap?